Ik merk dat naarmate ik meer te maken krijg met oudermishandeling, financieel misbruik, dat naarmate je daar meer gevoel voor krijgt, ga je het ook meer zien. Altax is maatschappelijk werker bij Zorg voor elkaar Breda. Hij ondersteunt vooral ouderen en krijgt dus ook te maken met financiële uitbuiting. Ik heb één heel mooi voorbeeld. Oma die al in een verpleeghuis zat en die werd eigenlijk financieel misbruikt door de kleinzoon. Die had een lichte verslavingsproblematiek. En de dochter van haar, dus de moeder van die zoon, die heb ik bij elkaar kunnen krijgen. Eerst natuurlijk een stukje met mevrouw zelf van, wat gebeurt er? Wat wilt hij? En heel vaak, bijna altijd in die situaties, mensen willen dat het stopt, het misbruik. Maar mensen willen ook dat de relatie blijft. Het is en blijft je eigen kleinkind, je eigen bloed. En uiteindelijk wilden ze dat het stopte, maar wel dat de relatie intact bleef. Dus we hebben met alle partijen zijn we gaan praten. En het bleek dat de kleinzoon eigenlijk op zich helemaal niet kwaadwillend was en kwaadbedoelend, maar dat het wel helemaal fout ging. En doordat we met z'n allen er rond tafel gingen praten erover, wilde hij ook aan zijn verslavingsproblematiek werken. Ja, toch zijn die mensen zo met elkaar helemaal verder gekunnen. En ik heb anderhalf jaar later, tussentijds ook contact, maar toch die dochter, dat ze echt van, Ad, geweldig, het gaat nog steeds goed. En de relatie is intact gebleven. Ja, en dan word ik warm dat je op die manier het oplost. Ik heb een keer een kaart gehad van een collega van mij over moeten nemen, omdat daar aantoonbaar financieel misbruik was door de zoon. De zoon was laag geschoold en dan vervolgens werd hij ook heel agressief. Die heeft mij letterlijk bijna naar de keel gevlogen en met veel verbaal geweld en zo, dat ik dus melding bij de politie heb gedaan. Ik doe nooit aangifte, maar wel melding, want dan kun je ook met de zoon een haltgesprek gaan houden. Daarmee konden we hem wel tot rust krijgen. En ben ik met mevrouw, want dan loop je vast, naar collega's in de tweede lijn, een bewindvoerder. Die is toen zeg maar de bewind gaan voeren. En daardoor hebben we het nu duurzaam kunnen stabiliseren. Ik hoor het van Ad en daar wordt bedreigd, daar wordt een soort van gestolen. In mijn voorbeeld, of in mijn vak, ja, is zo'n persoon die het niet het beste met je voor heeft, die is dat voor. Timo van Hassel is kandidaat notaris bij Zeitlitz Notarissen. Hij krijgt met financiële uitbuiting te maken als hij ouderen op kantoor krijgt die iemand een volmacht willen geven. Op het moment dat ik jou een volmacht geef, waarin staat dat je alles mag, dan hoef je mij niet te bedreigen, want dan kun je gewoon vrij je gang gaan. Mensen melden zich op kantoor. Die willen een afspraak maken om de dingen te bespreken. Ik wil ze sowieso altijd zien. Vaak is het wel zo dat degene die de volmacht krijgt, daarbij is bij die afspraken. Nou, er zijn een aantal factoren, ook vanuit onze beroepsorganisatie. Hoe ga je daarmee om? Hoe kijk je daarna? Komen ze uit de buurt? Hoe zit dat? Hoe kom je hier? En waar kom je dan voor? En hoe zit het nou? En als dat allemaal een beetje de verkeerde kant op lijkt te gaan, dan is het zaak om door te vragen. Dus nog een keer een afspraak maken of bij de mensen thuis in de eigen omgeving. Het liefst alleen, dus niet die begeleider erbij, niet die gemachtigde erbij. En dan een beetje verder prikken van, joh, is dit wel de bedoeling? Gebeurt er wel eens iets? Geef je hem wel iets? Of haar, geef je haar wel iets? Hoe vaak komen ze langs? Vragen ze om geld of om spullen of om boodschappen? Nou, en als het allemaal zo zou zijn, ja, dan probeer je ze daar een beetje mee te confronteren. Dat is moeilijk. Hoe ga je om met zo'n vermoeden? Ik ga altijd eerst de relatie aan met de klant. Het liefst met het systeem, dus de kinderen of degene die het betreft. Ik vind ook de partijen die dat doen, moet je dan bij elkaar zien te krijgen. Maar je moet eerst echt in de basis wederzijds vertrouwen hebben dat mensen, dus dat je echt scherp hebt, wat wil de klant? Op het moment dat ik denk van, joh, het is niet helemaal zuiver of ik vrees het een beetje, dan probeer ik een beetje te gaan sturen van, joh, zou je niet iemand anders erbij kunnen benoemen? Dat iemand meekijkt, ofwel een soort van toezicht, ofwel een soort van rekening en verantwoording. Dat in ieder geval degene die de machtiging heeft, dat die wordt gecontroleerd van, gebeuren er geen gekke dingen? Hoe vaak komt het voor? Hoe vaak het echt voorkomt, denk ik dat we niet weten. Ik zelf, nou, zo een paar casussen in de maand, tot 10 tot 20 gemiddeld per jaar. Maar het is eigenlijk het topje van de ijsberg. Want mensen hebben schroom, vooral als het er eigen kinderen betreft, willen ze dat toch met de mantel der liefde bedekken. Wij zijn erin aan het zoeken van hoe kunnen we het beste doen. Vaker voor dan wij echt daadwerkelijk ermee kunnen werken. Wat ik mis is dat wij onvoldoende elkaar kunnen helpen als we het vermoeden hebben van hoe gaan we hiermee om? De mensen van de
de bank, notaris, bewindvoerder, maar ook zeg maar de politie, de wijkagent. Met elkaar, daar, als we daar nou eens onze vermoedens kunnen uiten en dan kun je met elkaar kijken, goh, wie zou daar iets in kunnen betekenen? En dan denk ik dat we veel verder komen. Ja, dat mis ik.